Een tabletnek of een iPadrug. Het zou kunnen dat je daar niet eerder van hoorde. Maar volgens fysiotherapeuten hebben steeds meer kinderen daar last van. Nek- en rugklachten door te lang voorovergebogen op je tablet of smartphone te zitten. Wie van jullie heeft er allemaal een tablet thuis? Dat zijn er heel veel vingers, iedereen zelfs. Hoe zou je het meest verkeerd achter de laptop of de tablet kunnen zitten? Ik zie, jullie weten dat hartstikke goed, hè? Maar zonder gekheid, Blondie heeft wel gelijk, zeker wanneer ze dit zegt. Sommigen die zitten helemaal zo naar voren, sommigen leunen op één kant. En daar gaat deze video dus over, dat het postuur wat erg naar voren is. Dat schouders naar voren, die nek naar voren, die pijnlijke rug, pijnlijke nek. Zoals je waarschijnlijk al vaker hebt, als je een trouwe abonnee bent, als je dan vaker gekeken hebt naar het kanaal, dan weet je dat er meerdere video's hierover gaan. En heb je me dit wel eens horen zeggen, we hebben helaas een samenleving gecreëerd waarin we vanaf jongs af aan al, huppakee, op je schoolbankje moet gaan zitten schrijven, waardoor je dus helemaal naar voren zit. Zeker als je net zoals mij vroeger niet aan het opletten was, dan zat je niet rechtop naar de leraar te kijken. Wij moeten autorijden voorover, we moeten eten voorover, we zitten heel de dag in onze telefoon en tegenwoordig heb je dus de kinderen die alweer met de iPad op schoot zitten en helemaal naar voren zitten gebogen en dat verziekt je rug. En Monday International Chest Day en Bicep Day heeft natuurlijk ook een slecht effect op je postuur. Lekker dat het bankdrukken, het borstspieren strak maken, biceps strak maken, waardoor we dus hoppakee, zo gaan groeien. En dat is heel erg vervelend voor ons postuur, want daar krijg je last van je nek van. Ik ga jullie 2 testen meegeven hoe je dit gelijk direct kan oplossen. Test nummer 1. Ik ga even een klein beetje naar achteren aan. Test nummer 1 zou heel makkelijk zijn. Maak een eerlijke foto van jezelf vanaf de zijkant. En jullie zien het niet goed. Maar vanaf mijn oor, door mijn schouders, door mijn bekken, door mijn knieën en door mijn hielen heen. Dit moet één rechte lijn zijn. Als je die eerlijke foto van jezelf kan maken, prima. Een tweede optie, waarom ik de camera heb gedraaid, is om simpelweg gewoon te gaan staan en kijk wat de positie is van je duimen. Op het moment dat iemand normaal met een fatsoenlijk postuur staat, zie je dat de duimen iets wat naar binnen zijn gedraaid. Niet extreem veel, maar ik zal even mijn duim omhoog doen. Die zijn iets wat naar binnen gedraaid. Als iemand die schouders hebt die naar voren zijn gebogen, dan zie je dat er dit gebeurt. En dat die overdreven met dat postuur helemaal naar voren gaat staan. Dus je duimen staan niet meer recht naar voren toe, maar die schouders rollen naar binnen. En je gaat overdreven zo staan en je duimen wijzen bijna naar elkaar toe. Een tweede dingetje wat me te binnen schiet. Als je een enorme bult, een enorme spierbult in je nek hebt, dan is het hartstikke duidelijk. Maar ik ga je natuurlijk wel drie stretches ga ik aan je meegeven. Die gaan we laten zien. We gaan de zaal in. Oefening nummer 1 is een heerlijke oefening. Ik doe tegen een squat rack aan, maar je kan dit thuis perfect uitvoeren tegen bijvoorbeeld een deurpost staan of gewoon een muur. Zorg dat deze hoek van je lichaam 90 graden is. Dat deze hoek van je lichaam ook 90 graden is van je arm. Dus zodra ik mijn juiste positie heb gevonden, schouder een klein beetje omlaag. Ik zet mijn been vooruit. Het been, dat zien jullie niet, aan mijn linkerzijde. Die zet ik vooruit. En ik duw rustig, beheerst naar voren. En als het goed is, zou je de spieren in je schouderkop en een deel van je borstspier, je pectoralis, die zou je moeten voelen stretchen. Het is niet de bedoeling om keihard kracht te geven en er doorheen te duwen. Absoluut niet. Gewoon een normaal recht postuur. Recht opkomen. Torso iets wat naar die kant toe draaien. Dus hem niet dit gunnen. Dus vooroverleunen. Klein beetje spanning. En dan voel je hem vanzelf rekken. Op het moment dat je dat voelt, dat is bij iedere oefening straks. Op het moment dat je hem voelt strekken, hou je hem beet. Minimaal 60 seconden. Inademen, uitademen en iedere keer luister en voel je naar je lichaam en kom je dieper in de stretch en dieper, dieper, dieper. Je wilt dus continu spanning houden. Dat gaat voor alle volgende stretches gelden. 3 keer 1 minuut en de volgende oefeningen gaan we ook 3 keer 1 minuut doen. Oefening nummer 2 is met onze grote vriend de foamroller. Fantastisch ding. Als je er nog geen eentje hebt, wordt het tijd om er een te kopen. Koop een harde. Dus zoals je ziet, die is in een PVC buizing. Koop een harde. Of koop een PVC-buis. Als je dat nou allemaal niet hebt, mag je ook gewoon een handdoek oprollen en daar overheen leunen. Het is heel simpel. We gaan lekker achterover liggen, strekken onze handen compleet en we leunen simpelweg achterover. Bij deze oefening wil ik wel zeggen, kantel je bekken een beetje
naar je hoofd toe. Als je mij ziet, zoals je ziet, ben ik niet zo super flexibel in mijn bovenrug. Ik leun helemaal naar achter toe en op het moment dat ik mijn bekken en mijn buik een beetje aanspan, heb ik meer ruimte om te stretchen. Op het moment dat ik spanning loslaat en helemaal onderrug ga hollen, is dit niet goed voor mijn rug. Nu lig ik een beetje simpelweg op de grond, is er niet heel veel aan de hand in mijn rug. Op het moment dat je deze stretch dus 1 minuut vast hebt gehouden, rol je een beetje hoger of een beetje lager en rek je heel die bovenrug ook weer op. Gaan we naar oefening 3. Oefening 3 doen we lekker zittend op een bankje. We hebben specifiek onze borst en schouderregio gehad. Daarna hebben we achterover gelegen dat we heel de bovenrug hebben gehad. En nu we nog een nekgedeelte kunnen hebben. Beetje rechtop zitten. Leg je hand beheerst op de andere kant van je hoofd. Je hoeft er totaal niet hard aan te trekken. Dus beheerst opleggen. En kijk of je zo ver mogelijk en diep mogelijk naar één kant kan komen leunen. Je kan een beetje spelen door iets wat naar achter en iets wat naar voren te rollen, een pijnlijk punt te vinden en hem daar dus beter houden. Dat zal voornamelijk iets naar achter toe rollen zijn natuurlijk. Daar een punt beter houden. Ik pas hem altijd een beetje aan. Ik vind deze variant een stuk fijner. Dat je aan één kant van, ik hoop dat je thuis een fitnessbankje of iets dergelijks hebt, dat je die beet kan pakken. Even een juiste hoek vinden. En dan met een beetje kracht, hoppakee, naar links leunen. Je voelt, ik voel heel mijn nek hier voor de compleet rekken nu. Zeker als ik iets wat me achter ga en ik dit punt heb gevonden. Perfect. Dus zoals ik bij de eerste oefening zei, rustig doorademen. Even beet houden en dit ook herhalen voor de andere kant natuurlijk. Dan een oefening. Iedere oefening die je waarbij een handsvat naar je lichaam toetrekt. Of dat nou op een kabelmachine is met bijvoorbeeld een V-handsvat die je naar je toetrekt. Of dat nou een wijd handsvat is, een smal handsvat, een lat pull down van boven, van onder. Dat zijn fantastische oefeningen die je wilt doen. Dus alles wat je naar je lichaam toetrekt. Dan heb je duizenden varianten van, dus daar ga ik ook niet overheen. Door al die oefeningen, niet doorheen. Ik wil hier één specifieke oefening laten zien. Want als wij rechtop willen gaan leren staan, dan moeten wij vooral het onderste gedeelte van onze trapezius, foto hopelijk hier in beeld, die zal ik even opzoeken. Het onderste gedeelte van de trapezius, die willen wij trainen. En heel specifiek die spiergroep aanspreken, daar zijn niet zoveel oefeningen voor. Ik ga jullie wel één oefeningetje laten zien. Pak vooral een lekker licht elastiek. Doe niet al te overdreven met zoiets. We pakken de uiteindes beet. En ik wil het elastiek naar me toe trekken zonder dat mijn ellebogen boven mijn schouders uitkomen. Dit is geen fijne positie voor je ellebogen. Dat is niet wat we willen. Dus we beginnen met lage schouders, grote borst, ellebogen lekker net onder mijn schouders. En vanaf hier kantel ik. Dus ik trek hem, zoiets verder gaan staan, grote borst, trek hem naar me toe, kantel naar beneden. Zoals je dit ziet, lijkt niet bijzonder zwaar, is het behoorlijk. Het is natuurlijk de kunst om natuurlijk wel je lichaam recht te houden en niet gaan buigen in de onderrug, waardoor er alsnog niks gebeurt. Wil je nou nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, totalstrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.